Wandelend ben je makkelijker met elkaar in gesprek dan als je tegenover elkaar aan tafel zit. Dat is de gedachte achter de vredeswandeling die afgelopen zondag, als afsluiter van de Vredesweek, in Vlaardingen werd georganiseerd. Nou, die Vredesweek die wordt al heel lang wordt die georganiseerd. Ik ben daar ooit mee begonnen, heb ik meegedaan vanaf 1977. In al die jaren vindt het hier in Vlaardingen plaats, elk jaar met een ander thema. En ook dit jaar hebben we het weer voor elkaar gekregen om het te laten plaatsvinden met heel veel activiteiten. Dit is de laatste, de vredeswandeling. En in een dialoog is wel de bedoeling dat je samen bij iets uitkomt. En de mensen die meelopen, die hebben natuurlijk allemaal hetzelfde doel. Die willen graag anderen leren kennen, omdat je op die manier makkelijker, kleinschalig, tot vrede komt. Er raken mensen met elkaar in gesprek die elkaar nog niet kenden. En soms ontstaan er hele verrassende gesprekken. Er doen ook allerlei culturen mee, dus dat is wel heel leuk. En dit jaar is het thema Samen voor Vrede, nu. En in Vlaardingen hebben we daaraan toegevoegd hoe, met een vraagteken. Wat aardig daaraan is, dat je met een groep mensen aan de wandel gaat. Je hebt dan de mogelijkheid met elkaar te praten, wat uit te wisselen. Je kunt het een heel gezellig gesprek maken. Nou ja, gezellig moet het sowieso blijven, denk ik. Je kunt over dingen hebben waar je mee zit, wat je belangrijk vindt. Gewoon om in contact te komen met elkaar en met elkaar uit te wisselen. Dus het gaat over de Palestina, het gaat over Israël, het gaat over de mensenrechten, overal. Hè? Dus het is een dag van vrede. Het gaat om over vrede. Dat is heel belangrijk. Mijn bloed is rood, dat van jou is rood. Maar van de andere landen en de inwoners daarvan, laat ik het maar netjes zo zeggen, andere culturen, daar is het bloed ook van rood. Dus, en hoe mooi is het dan dat wij hier met elkaar een vredesmars lopen. Heel goed initiatief. Het maakt je weer bewust van hoe goed we het hier hebben en hoe beroerd het elders in de wereld is. En dat je hier in klein verband ook wat aan vrede kan doen. Vrede nu. Je kunt denken, ik zou willen stellen, de mensen die hier aan meedoen, die komen hier omdat ze respect voor elkaar hebben. Anders kom je hier niet. Doe je hier niet aan mee. Dat is jammer, maar zo werkt het wel.